ben Robert Friesman, gezagvoerder bij Arkefly. Ik sta hier voor onze nieuwste aanwinst, de Boeing 787-8 Dreamliner. En ik wil u graag een kijkje laten nemen in en om het toestel. Het toestel bestaat uit meerdere delen en de delen worden in verschillende landen gemaakt. Die worden uiteindelijk allemaal naar de Boeing-fabriek in Seattle gebracht. Die worden daar aan elkaar gezet, evenals de vleugels. Die worden in Japan ontwikkeld, ook naar Seattle. Daar wordt het vliegtuig eigenlijk geassembleerd. Wat heel duidelijk zichtbaar is, zijn de composieten bladen. Het zorgt er allemaal voor dat het efficiënter en daardoor ook duurzamer is. Aan de achterkant van de motoren hebben we ook nog iets bijzonders. Een van de dingen die daar weer opvalt zijn de kartelranden aan de achterkant. Normaal gesproken komt daar een warme lucht en koude lucht langs. Warme lucht en koude lucht samen, die mengt en die brengt turbulentie met zich mee. En die turbulentie brengt weer geluid voort. Deze kartelrand, de chevron zo genoemd, zorgt ervoor dat die menging geleidelijker gaat en daardoor minder lawaai afgeeft. Door de sterkte van de romp heeft men grotere ramen kunnen ontwikkelen in het toestel. En dat betekent eigenlijk dat waar je ook zit in het toestel, je hebt altijd een goed uitzicht naar buiten. Je hoeft ook niet meer omlaag te kijken om door het raampje naar buiten te kijken. De ramen zijn bovendien dimbaar. Er zijn geen luikjes meer voor de ramen. Het wordt gedimd en er is nog steeds mogelijkheid om naar buiten te kijken. Dan komt het moment dat je voor de eerste keer echt het toestel betreedt. En de ervaring die je daarbij hebt is overweldigend. De geur die je opsnuift, het is allemaal nieuw. Het is bijna alsof je een nieuwe auto gaat rijden. En dan kom je in de cockpit en daar vielen mij de grote ramen direct op. Dat is iets wat je in de simulator niet direct ziet. Maar als je dan op het platform staat en je kijkt naar buiten, dan is dat erg opvallend. En dan nu de cockpit natuurlijk. Een van de vernieuwende elementen in de cockpit is ook de zogenaamde HUD. Dat is de head-up display. En daarmee kunnen we dus onze instrumenten zien terwijl we naar buiten kijken. Dat is iets wat op andere toestellen nog niet beschikbaar is. Althans commerciële toestellen. Op militaire vliegtuigen is dat wel beschikbaar. In veel passagierstoestellen in de cockpit heb je een checklist. En dat is papieren checklist. In deze cockpit hebben we geen papieren checklist meer, maar een elektronische checklist. En als we daar doorheen gaan en we hebben gecheckt dat de passenger signs, de verlichting stoelriemen vast aan is, dan kunnen we die wegvinken op deze manier. Zodra alles groen is, geeft die aan, checklist complete. En dan zijn we gereed om te vertrekken. Ja, wat direct opvalt is na het starten van de motoren, dat die motoren zo stil zijn. Dat je bijna denkt dat ze niet draaien. Op het moment dat je gaat taxiën, dan moet je daar echt aan wennen in het begin. De beleving die je hebt als vlieger op het moment dat je die cockpit binnenkomt en voor het eerst echt het vliegtuig gaat besturen. Ja, het is net alsof je een nieuw cadeautje krijgt. Het is nieuw, het is mooi, het is spannend. Als vlieger is dat fantastisch om mee te maken. Het is innovatief, de systemen zijn vernieuwend, het is weer uitdagend, een nieuw toestel. En wij zijn binnen het vliegerskorps van Arkefly op de Dreamliner enorm trots dat we dit vliegtuig mogen en kunnen vliegen.